Hey jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag hebben jullie weer wat live Black Ops 2. En vandaag is de free-for-all match op een map. Ik moet altijd kijken. Vertigo, nou maar niet uit. In ieder geval, het is. Oh shit, er staat iemand in mijn rug. Het is free-for-all. En we beginnen al lekker beest. Hoe de fuck spawn die kerel daar, dat weet ik ook niet. Ik speel weer met de PlayStation 4 controller. Dus we blijven daar gewoon mee oefenen. En. Wow, hoe de fuck, ze spannen allemaal omheen. Misschien wordt dit nog een best mooie match ook. Ik ben benieuwd. Want ik ben zelf niet echt een free-for-all koning, om het zo maar te noemen. Ik speel niet heel veel free-for-all. Ik ken de spans nu uit mijn hoofd. Ik kan natuurlijk wel een beetje raak schieten. Maar daar heb ik laatst ook al wel moeite mee. Dus het gaat niet heel erg leuk. Maar nou, heb ik niks te klagen. En komt hij eraan? Hij komt eraan. Hij komt er niet aan. Hij gaat alweer weg, hè, de Sint. Komt hij eraan? Komt de brug. Ik weet trouwens niet of jullie Sinterklaas hebben gevierd, want ik weet ook niet wanneer deze video online komt staan. Volgens mij op zondag, denk ik. Maar in ieder geval, ik heb geen Sinterklaas gevierd. Dus laat me een comments achter of jullie Sinterklaas gevierd hebben. Misschien wel een klein beetje laat, maar ik maak deze video de dag na Sinterklaas. Dus op zich moet het kunnen, toch? Ja, het is eigenlijk nou... Nou is het eigenlijk al zaterdag, want het is nou over 12, dus... Het is eigenlijk een nacht... Wat nou? Oh, shit. Nee, ik ga nou niet dood, omdat ik alles misschiet. Het is een nachtcommentary. Die zijn extra speciaal natuurlijk. Nee, ik niet. Maar hij is altijd een nachtcommentary. Gotcha. En jij ook niet. Ik ga best wel nice, heb ik de idee. Come on. Hij loopt weg. Ook goed, jongen. Loop maar weg. Oh, jij wel, jongen. Is goed, is goed. Als we nou gewoon die nuclear binnenhalen, hè, dan word ik gek. Even serieus. Ik speel nooit free for all. Doe ik een keertje free for all. En... Ach, oh god. Ik zat op de UV te letten. En nou weet je dat ik eraan kom. De kerel... Kijk, ja, ik vertrouw hem niet. Ik denk dat hij een sniper heet. En hem vertrouw ik ook niet. Hij is AFK. Hey! Wat voor streak zullen we hebben? 13-0. 13, dat is het ongelukkigste tal. Werd ik doodgelust hiervoor? Wat een sniper. Oh shit, had je weer een snipertje. Ik zit nou constant UV te kijken door die orbit of mij. Nee, jij... Oh, je motherfucker! Ik dacht zuiden de sniper had. Even serieus. Hij werd ook vol... Oh, gehit, jongen. Hij schiet me door de muur heen dood. Nou, geen nuclear, helaas. Helaas. Dennis moet weer verpesten, hè. Dat zou zo'n mooie video kunnen zijn. Nee, ik verpest weer. Nou, we gaan in ieder geval even mijn UV inkallen. We gaan sowieso winnen. Dat is één ding waar ik wel vanuit ga. Ik zat hier wel mooi te spawn killen, jongen. Heel het rondlopen. Er moet dan net één iemand verpesten, hè. Die dan met zijn A en mij half door de muur heen kapot schiet. Dat zijn dan weer de dingen die een beetje jammer zijn. Die wapen mis ik. Ja, ik mis echt een goede submachine gun in Call of the Ghost. Die zijn er echt niet. Echt, hoe fijn speelt het, jongens? Ik hou nou echt van een PlayStation 4 controller. Nadat ik die wapen in mijn hand heb. Dat speelt zo fantastisch. Want je ziet wel, op grote afstand schiet ik dan niet raak. Maar van dichtbij wel. Oh shit, ik zat op UV. God bless UV. Oh, motherfucker. Zo doen we dat, jongen. Gekke. Agressieve free-for-all, jongen. Het is al spanker free-for-all, dat maakt niet uit. En niet echt eigenlijk. Ik zit niet echt te aimen of zo. Ik zit gewoon een rondje te rennen. Het is wel nice. Het is volgens mij echt een leuke match om naar te kijken. Ik vind hem leuk om te spelen. Serieus. Ik ben vandaag in een goede bui. Ik vind het leuk om te doen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Als je het leuk vindt, laat een like achter. Het is nog niet afgelopen, maar dat kan toch wel. Nee. Nee. Oh nee. Tech insert. Oh. Ik vind het niet meer leuk. Laat maar. Pret is er helemaal vanaf. Ik word gelijk spankeld. Eerste keer door iemand die daar met een tactical insertion spant, die ik 1 seconde eerder afknal, die me dan knifed. En de tweede is gewoon een volle spankill. Kom dan. Nee, niet die kant. Ik kan niet aimen. Dat werkt niet met mijn stun op mijn bakkes. Kom terug, kom terug, kom terug. Zo, die hebben we ook te pakken. We zitten alweer bijna op onze UAV. Dat is ook een heel prestatie in UAV, hè. Even kijken. Kom weer, kom terug. Voor jou is ook een plek onder de grond. Goed zo. Hé, hey, daar komt er nog een aan. Oh, nee, nee. Ja, nou schieten ze van drie kanten. Jongens, wat is dit? Geef me een klein beetje rust. Oké, ja. Eigenlijk maakt het niet uit wat ik nou doe. Ik sta 29-12. Zou ik die gaan winnen? En zullen we de laatste final kill cam doen met een 360 op sensitivity 7? Dat lukt echt niet. Kom aan, kom aan. Waar zit die klootzak? Ik ga even een leuke kill cam doen. Dat lukt echt niet met deze sensitivity. Nee. Moet hij nou net dood zijn? Ik denk dat hier nou iemand gaat komen.
Nou, eigenlijk niet. Dat was eigenlijk gewoon helemaal niks. Nee, maar... ja, free for all. Het was... Ik had echt serieus het gevoel van... Dit wordt hem, jongens. Dit wordt een mooie nuclear. En dit is echt de meest faalde killcam die ik ooit gezien heb in mijn leven. Maar in ieder geval, 30-4. Free for all. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. En alsjeblieft, zoveel mogelijk likes. Want dan gaan we gewoon meer uploaden, meer doen, weet ik wat. Dan gewoon win-win situatie. Daar komt het in ieder geval op neer. En ja, en moet nagaan, hè. Dit allemaal zonder geluid. Hè. Nou, ik had wel een klein beetje geluid. Ik moet niet lullen. In ieder geval, ja, als je het leuk vond, laat een like achter. Als je niet geabonneerd hebt, abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Houden we.